Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Ik heb een interview. Ik ga nu een interview maken met Henk Ramnandalao. Dat is de ondervoorzitter van PALU. Meneer Ramnandalao, goedendag. Hoe gaat het met u? Ja, goedemorgen is het hier nog. Ik ben weer dik in de middag. Ik ga Henk zeggen. Ik klink makkelijker dan Ramnandalao. Ja, ja, ja. Zijn vier A's, hè? Hoeveel A's zit er in? Vier, toch? Ja. Oké. Je bent ondervoorzitter van de PALU. Hoe kijk je terug? Dat hebben jullie al geëvalueerd, de afgelopen verkiezingen? Ja, we hebben het al geëvalueerd. En wat we zeggen is dat deel dat doorslag gegeven heeft in de uitslag zoals we die nu hebben, dat deel heeft tegengestemd. Dat is wat we hebben geëvalueerd. En wat we hebben gezien is dus dat een aantal politieke partijen, ook nieuwe politieke partijen, die graag dus ook een inhoudelijke wijziging wilden hebben van het beleid, dat men eigenlijk niet heeft gekeken naar de inhoud van hetgeen wat men presenteerde in de campagnes. Men wilde gewoon de NDP-regering weg hebben. En men heeft ook dus, als het ware, wat we noemen, tegengestemd. En dan zie je dus een resultaat dat zich dus nu presenteert, waar het niet gaat om inhoudelijke kwesties, maar men wilde gewoon af van die NDP-regering. Dat is wat we hebben geëvalueerd. Ik heb een andere evaluatie gemaakt. Ik denk, jullie hebben langer dan 10 jaar in de Kamer gezeten, in de Nationale Assemblée. Jullie waren ook onherkenbaar. Ben ik de enige die de mening deelt? Nou, ja, natuurlijk is het zo dus dat je je campagne beter had kunnen doen. Ja, 10 jaren lang een ander gezicht kunnen opzetten naar buiten toe. Maar laat het duidelijk zijn dat de PALU toch wel een partij is die, om een voorbeeld te noemen, we hebben een radioprogramma die bijna 20 jaar draait op Papinti. Elke maandagmorgen. We zijn ook op Facebook aanwezig. We hebben in de afgelopen jaren duidelijk ook met een standpunt naar buiten gekomen. Misschien niet herkenbaar in Nederland, maar in Suriname zijn we heel vaak in de media geweest met ons standpunt. Maar net wat ik dus zei, natuurlijk, je kan het verbeteren. We hebben dat ook dat deel geëvalueerd en we gaan in de komende periode voor wat het mediabeleid betreft een aantal wijzigingen doorvoeren. Je kan dat altijd wel verbeteren, maar ik ben niet met je eens dat de PALU onzichtbaar was. We waren een van de politieke partijen die met uitgesproken meningen is naar buiten is gekomen, zeker de afgelopen 10 jaren. Ook toen ik als persoon in de vorige regering als DNA-lid functioneerde, hè, aanwezig was in het parlement zoals je dat formuleerde. En we hebben met onze standpunten ook de algemene politiek beïnvloed. Er zijn een aantal inzichten van ons overgenomen. Men verwijst niet van, oh ja, dat is afkomstig van de PALU. Maar nu nog steeds, we komen met standpunten naar buiten waarvan men niet zegt dat van de PALU afkomstig is, maar men neemt het geruisloos over, omdat wij met de nodige argumenten en de nodige ook onderbouwing met cijfers en feitelijk materiaal ons standpunt hard hebben kunnen maken. Dus op die manier hebben we wel degelijk invloed gehad op de politiek in de afgelopen 10 jaren. Maar het heeft in 2000, dus de afgelopen verkiezingen, niet geresulteerd in stemmen. Omdat, en dat is wat wij, daarom zeggen we, het heeft doorslag gegeven. Er is succesvol een campagne gevoerd, Slam Stim, om tegen de regering te stemmen. Inhoudelijke kwesties zijn niet centraal gesteld, zijn niet bediscussieerd. Men zei gewoon van stem op de grootste politieke partij, willen we afkomen van die NDP-regering. En dat deel, en ik zal niet zeggen dat iedereen tegengestemd heeft, maar in ieder geval dat deel, zeker, ik schat 30% van de kiezer, als je kijkt, dus dat deel dat bewogen heeft, dus dat deel wat weggelopen is bij de NDP, dat is ook wat we hadden ingeschat, dat het ging ongeveer om 10 zetels, 10 tot 15 zetels.
die weggelopen zijn bij de NDP, ook de nieuwe kiezers, die hebben doorslag gegeven. Men heeft tegengestemd. Ja, maar Stem Slim was meer bedoeld voor de zwevende kiezers. Ik heb het over PALU. PALU staat voor Progressieve Arbeiders- en Landbouwersunie. Maar de laatste jaren kan ik de PALU niet meer herkennen. PALU werd een soort nationalistisch partij met anticoloniale gedachten. Zo kwamen jullie in de pers vaak. Maar de PALU is vanaf het begin een politieke partij geweest vanaf de oprichting. Dat je dat niet herkend hebt op die manier, is omdat we waarschijnlijk in het begin de accenten op andere zaken legden. We hebben altijd vanaf de oprichting de onafhankelijkheid van Suriname centraal gesteld. Wij zeggen de primaire opdracht van de politiek, van Surinaamse politici, de primaire uitdaging die elke politicus heeft, is om Suriname, wat we zeggen, ter herinrichten naar onze belangen en behoeften. Als je kijkt nog steeds naar die structuren die we hebben, ons bestuurlijk systeem, die is nog steeds te weinig ingericht op onze eigen belangen en behoeften. Het is nog steeds erg centraal ingericht en de wijze waarop we ons land nog steeds besturen, is wat je noemt met zienswijzes die niet zijn gericht op een land waarvan je zegt van je wil dat land gaan inrichten naar de belangen en behoeften van het volk. Dat is vanaf het begin, dat is de primaire opdracht ook zo geformuleerd in de statuten van de PALU. En wat we hebben gezegd is van, om daar vorm en inhoud te geven, zullen we alternatieven moeten presenteren voor de problemen die we al vanaf, laten we dan beginnen vanaf de onafhankelijkheid kennen in Suriname. En we zullen dus, we hebben als PALU ook daar hele succesvolle experimenten in het veld uitgevoerd. Misschien dat men, dat u misschien ook de PALU vanuit die experimenten kent. En kent van wat we noemen het dingen doen in die samenleving die het geloof in het vermogen van de Surinamer, die het geloof wat nu staatsolie ook in de manier voert. Hè, geloof in eigen kunnen. Wat we zullen zijn, dat is typisch PALU-leus. Wat we zullen zijn is wat we van onszelf zullen hebben gemaakt. Dat is eigenlijk wat we zeggen, maar dat is in het verlengde van wat u noemt een antikoloniale houding. Wij zeggen van, wil je dit land ontwikkelen, dan moet Suriname, moet die politieke soevereiniteit, die politieke onafhankelijkheid van Suriname, niet uit handen worden gegeven. Want dat is dan de primaire randvoorwaarde om die volgende stap te nemen, namelijk het land gaan herinrichten voor onze eigen belangen en behoeftes. En dat we op de eerste plaats onze eigen deskundigheid moeten centraal stellen. En de verdiensten van ons land uit de natuurlijke hulpbronnen moeten inzetten voor de ontwikkeling van ons volk hier. Dat is wat we als doel stellen. En ja, de laatste paar jaren, wat we hebben gezien, is dat kennelijk om allerlei redenen, anderen noemen het corruptie, eigenbelang, partijpolitiek, de belangen van het land te koop zijn gesteld aan de eerste en de beste buitenlands bedrijf dat langsliep. En wij hebben daar toen tegen geopposeerd. In tegenstelling tot Boutersen 1 hebben we gezien dat onder Boutersen 2 dat nationaal belang eigenlijk te koop gesteld is. Waardoor we in de oppositie harde standpunten hebben genomen. En om een voorbeeld te noemen, in de Suralco-kwestie hebben we als PALU zijn we vrij hard uitgekomen. En het is niet onopgemerkt gebleven in die Surinaamse samenleving. Er zijn inzichten van ons overgenomen in de kwestie van Suralco. Maar ook in de financiële problemen waar we nu tegenaan kijken, hebben we gezegd dat we een aantal dingen moeten doen die die samenleving gaat maken dat je op een andere manier moet gaan inrichten. En met name wat we hebben gezien, een van de grootste problemen waarom we dus in de huidige financiële crisis zijn beland, is dat er een aantal NDP-partijtoppers die zijn bevoordeeld geworden. Er ligt op dit moment ongeveer 5 miljard aan achterstallige belastinginningen. Met als gevolg dus dat die inkomsten van de staat ongeveer met 5 miljard, 1 miljard per jaar achteruit is gegaan. En vervolgens diezelfde regering, terwijl ze een
een wanbeleid voeren op dat vlak. Groot zijn gaan lenen in het buitenland om de eigen gecreëerde tekorten te financieren. En dit inzicht, terwijl we dus dit ondersteunden en met cijfers en realisaties, cijfers die in de afgelopen 4-5 jaar naar buiten zijn gekomen, bleek dat een heleboel partijen die zeiden dat ze al oplossingen hadden en kant-en-klare reddingsplannen hadden, die hadden dit niet gezien wat wij dus presenteerden. En dit inzicht is plotseling dan wel overgenomen door andere politieke partijen. Met name in de laatste 2 maanden zien we dus dat politieke partijen het accent zijn gaan leggen op inderdaad belastinghervormingen en et cetera, et cetera. Ja. Maar die gedachte van wat je zegt dat wij pas in de laatste jaren anti-koloniale houding hebben aangenomen, dat klopt niet. Dat is vanaf het begin, vanaf de oprichting van de PALU, dat we hebben gezegd dat willen we dit land gaan herinrichten naar onze eigen belangen en behoeften, we op de eerste plaats onze politieke soevereiniteit moeten bewaken. Ja, omdat ik ben neutrale luisteraar. Ik luister naar uw programma en ook naar uw interviews en toespraken van jullie. Het lijkt alsof jullie samen met de NDP in onszelfde koor zaten. Dus hetzelfde geluid hoor ik. Nee, de NDP is later opgericht. De NDP heeft onze gedachten over. Nee, ik heb het over de laatste 10 jaar. Hè? Dat die... Ja, nee. Dus natuurlijk de NDP. Wat we hebben gezien is dat de NDP, en het komt dan van waaruit NDP geboren is in de jaren 80. En de voorzitter van de NDP, die toen militair was, die had geen idee toen hij de macht overnam in 1980 in welke richting hij zou moeten opgaan. En het is wij die hebben geprobeerd om dat progressief inzicht erin te brengen. En uiteindelijk heeft de NDP dat overgenomen. Maar wat we hebben gezien is dat ze niet helemaal goed hebben begrepen wat die woorden die ze nog steeds hanteren, hoe dat vertaald moet worden in beleid. Wat we hebben gezien met name in de laatste 5 jaren, is dat de NDP eigenlijk de nieuwe partij is geworden van de oude politiek. Misschien een woord klinken ze progressief, maar de daden, die zijn net zo oud geweest, hè, wat we gewend waren van de oude politieke partijen. Er zijn een aantal voorbeelden daarvan te noemen, waarbij de laatste benoemingen die je nu ziet gebeuren, dat is typisch wat de oude politieke partijen ook hebben gedaan. Maar ook de wijze waarop ze het land hebben bestuurd in de laatste 5 jaren. En dat is drastisch anders dan hoe Boudersen 1 het financieel beleid heeft gevoerd. Begrijp je? Onder Boudersen 1, en achteraf zeggen wij kennelijk omdat de PALU erbij was, heeft een totaal ander regime gevoerd dan Boudersen 2. Onder Boudersen 1 is door invloed van de PALU zijn een aantal progressieve dingen gedaan. Zoals de sociale wetten, waar heel hard door de PALU, persoonlijk ik, heb eraan gewerkt. Wat daarna onder Boudersen 2 onderuit is gehaald door de NDP, die meegewerkt heeft dat die wetten zijn aangenomen. Begrijpen? Omdat ze kennelijk onvoldoende hebben begrepen dat beleid niet begint en eindigt bij zo'n wet. Je gaat het moeten ondersteunen met progressief beleid. En men heeft totaal niet gekeken met name naar de wijze waarop dit soort zaken gefinancierd zouden moeten worden. Want met progressieve gedachten hadden we die gezondheidszorg, je zou bijna kunnen zeggen, gratis kunnen maken voor die samenleving. Maar men heeft daar totaal niet naar gekeken. Men heeft dat idee overgenomen en men heeft van die hele wet, de Nationale Basiszorgverzekering, een verdeling, een uitdeelmachine gemaakt van gratis gezondheidskaarten. Ja, begrijp je? Ja, ik begrijp. Eigenlijk hetzelfde wat de oude politiek heeft gedaan met de on- en min vermogende kaarten. Ja. Dus men is niet verder gekomen dan alleen maar in woord progressief denken en dat nog steeds rondbezuinen. Maar de daden, die waren net zo conservatief, net zo als de oude politieke partijen dat voorheen deden. Met hun patronage, het afhankelijk maken van het volk, het verdelen van het volk. Als we kijken naar bijvoorbeeld wat men heeft gedaan met de inheemse, wat men heeft gedaan met de Saramakaners, wat men heeft gedaan met de boeren in de Keri. Het verdelen en heers ging dan niet over etnische lijnen alleen, maar het ging dan over andere lijnen. Het verzwakken van die samenleving, door die samenleving afhankelijk te maken met allerlei voedselpakketten uitdelen.
Maar weinig daden nemen, nog weinig beleidsmaatregelen genomen die die samenleving mogelijkheden heeft gegeven om het eigen geld te verdienen. Onafhankelijk te worden, sterker te maken. Begrijp je? Maar ondertussen kwam men met allerlei propagandafilmpjes op de televisie van hoe eenheid niet voor oprapen ligt op straat. En dan bedoelde men die, met name die etnische eenheid. Maar ondertussen wel werd die samenleving over andere lijnen, over partijpolitieke lijnen, verdeeld en verzwakt. En onder Boudersen 2, je zou wel kunnen zeggen, is zelfs de benoeming van de bewaker op een school een politieke benoeming geworden. Dus men heeft, je zou bijna kunnen zeggen, die oude alles, politieke zienswijze, alles gepolitiseerd. Verbeterd. Alles gepolitiseerd en verbeterd. Hey, maar ik wil het dan hebben. In 2010, 2015 was u prominent aanwezig. In hoogst eigen persoon, hè, was u ook in de assemblee namens Palu. U hebt Boutersen ondersteund, Boutersen 1. En dan komt er 2015, 2020. En bent u geruisloos gedumpt? En ik heb nooit gehoord waarom u zo netjes aan de kant of aan de kant gezet bent. Wat was de reden van de breuk? Nou, nee, we zijn niet gedumpt. Dus zie je, dus kennelijk volgt u ook niet de Surinaamse politiek. Nee, u zat in 2010 bij. Omdat 2015 zijn we met een zetel binnengekomen. Met een paar is gekozen vanuit Coronia. Ja. Heeft de NDP ons het ministerie van Onderwijs aangeboden. En we hebben toen netjes bedankt. We hebben gezegd, nee, het volk wil, als het volk de NDP 26 zetels heeft gegeven, dat betekent dat het volk wil dat de NDP regeert. Bovendien, als je ons het ministerie van Onderwijs geeft, dat is zo'n ministerie waar wij met één zetel, waar de belangen zo groot zijn. En moet je voorstellen dat qua financiën, het ministerie van Onderwijs een van de grootste ministeries is. Maar ook gegeven de belangen die er spelen in dat onderwijs. Met de vakbonden, de sterke vakbonden die er zijn. Met de belangen die er ook nog speelden met naschoolse keuken en noem maar op allerlei NDP-belangetjes van mensen die geld en blad wilden maken in dat, op dat ministerie. Het was eigenlijk, je zou wel kunnen zeggen, iemand formuleerde dat heel goed. Eigenlijk NDP bij Senyungu en Wajote, als we dat ministerie hadden genomen. Een soort marionet zou je dan fungeren voor de NDP? Nou, erger nog. De mannen brokken, ik zou weinig kunnen zeggen. Oefreed. Het was eigenlijk een open goal. Ze beheersen dat ministerie. Er waren allerlei belangen die daar spelen. En je hebt ook gezien dat heel veel ministers van onderwijs het niet lang hebben volgehouden. Wij met één zetel zouden nooit zo'n ministerie goed kunnen draaien. En we hebben gezegd, zo'n belangrijk ministerie, eigenlijk zou de NDP dat zelf moeten nemen, zelf moeten draaien. Dus we hebben netjes bedankt in 2015 en we hebben gezegd van kijk, wij hebben als onder Boudersen 1 is een progressief beleid gevoerd op alle vlakken. We hebben in de onderhandelingen met de goudbedrijven hebben het Surinaams belang behartigd. En er zijn twee hele mooie, schitterende overeenkomsten uit voortgekomen, waar Suriname de komende regeringen daarvan zullen gaan profiteren. Met 25% van de goudproductie van Newmont die we in handen gaan krijgen en 30% van de goudproductie van IAM Gold. Een ongekend innovatief contract, twee ongekend innovatieve contracten die we hebben gesloten en die als voorbeeld kunnen dienen voor andere sectoren. Maar ook die sociale wetten die zijn gevoerd. We hebben 152 kilometer waterleidingbuizen met water aangelegd onder minister Hock. En al die elektrificatieprojecten die zijn uitgevoerd. Dat heeft, en bovendien, het financieel beleid was dusdanig dat de monetaire reserves vanaf 2010 tot 2015 zijn gegroeid. Begrijpt u? Als u naar de financiële cijfers kijkt, dan is Boudersen 1 drastisch heeft een totaal ander beleid gevoerd dan Boudersen 2. Maar daarvoor heeft dan ook het volk de NDP beloond, want men dacht dat ligt aan de NDP. De NDP heeft daardoor ook 26 zetels gehad. Dus de mensen die beweren dat er financieel wanbeleid is gevoerd vanaf 2010, de cijfers wijzen dat niet uit, maar ook de uitslag van de verkiezingen van 2015 wijzen dat niet uit. Want het volk had een heel ander gevoel. Ja, er is na 2015 is een totaal ander beleid gevoerd en
u formuleert het zo, we hadden onder Boudersen 1. Hadden we Boudersen ondersteunen, dat klopt niet. We zijn in een coalitie gegaan en we hebben gewerkt voor land en volk. En door toedoen van de PALU heeft Boudersen 1 een progressief gezicht gekregen. En daardoor, men dacht dat dat lag aan Boudersen, maar we hebben onder Boudersen 2 gezien dat het kennelijk niet heeft gelegen aan Boudersen en de NDP. Maar dan PALU heeft het dan heel goed verborgen te houden dan. Want ik zag die hand van PALU niet in. Ook al zaten jullie met meneer Hock nu daar. Ik heb het niet gezien. Alles wat ik zag was NDP, NDP. En kennelijk ben ik niet de enige hoor. Want de NDP is beloond met 26 zetel aan de hand van het eerste beleid. Nee, kennelijk. Net wat ik zei. Inderdaad, en dat is wat wij om die zelfkritiek hebben. Kennelijk hebben we niet goed, een goed mediabeleid gevoerd. Okay. Maar dat het er niet was, meneer Pinas, dat klopt niet. We hebben op onze website hebben we al die artikelen, al die interviews die ik persoonlijk heb afgegeven. Die staan er, die zijn nog steeds op het internet. En wat dat betreft is het internet net als het geschreven schrift. Zolang men het niet weghaalt, is het er. En dat bewijs ligt daar, dat we standpunten hebben ingenomen die men kennelijk heeft verward met de NDP. Ja, dan kennelijk zijn we als PALU daar niet in staat geweest om te zeggen van, hey, dit is een PALU-standpunt. Dat bedoel ik. Maar in de artikelen staan we wel degelijk als PALU genoemd. En als PALU-parlementariër. En dat het dus een visie is geweest van de PALU. Dat het volk dat onderscheid niet heeft kunnen maken. Dat zullen we dan inderdaad als kritiek meenemen. Maar dat we er niet waren, of dat we niet met standpunten zijn uitgekomen, is niet waar. U moet maar de website van de PALU bezoeken. Nee, ik heb alles bezocht en alles onderzocht. Maar ik had het gevoel op een gegeven moment alsof we een filiaal waren van de NDP. Zo kwam het over. Hetzelfde boodschap, zelfde visie. Trouwens, jullie werken al vanaf de jaren 80 al met de voorloper van de NDP, dus het zal me niet verbazen. Nee, maar dus daarom wat we zeggen is, en u maakt ook die fout, de oorsprong van deze gedachten is niet de NDP, toch? De oorsprong van deze gedachten, progressieve gedachten, en laat het duidelijk zijn, meneer Pinas, die progressieve gedachten, die gelden nog steeds. Het feit dat de NDP met de woorden een totaal ander beleid heeft gevoerd. Begrijpt u? Het is net zoals de oude politieke partijen die naar de volk kwamen en die zeiden, u lijkt op mij en stem op mij, maar op het moment dat ze aan de macht zijn, ja, ze totaal niet kijken naar die belangen van hun groepen die op hun lijken. Maar het dan alleen gaat om een slechts kleine groep, de belangen van een slechts kleine groep, waar de politici of bestuurskundigen en historici die kijken naar die politieke partijen, die betitelen deze politieke partijen als kiesverenigingen, omdat het gaat slechts om de belangen van een kleine groep. En wat we hebben gezien is dat de NDP, met een progressief gezicht, hetzelfde heeft gedaan. Het volk voor de gek gehouden, omdat kennelijk dat aansloeg, omdat inderdaad er een groot deel van het volk op zoek is naar vernieuwing. Een groot deel van het volk inderdaad, steeds meer een groter deel van het volk, steeds meer niet-etnisch denkt. En op zoek is naar inderdaad dat inhoudelijk beleid, dat gericht moet zijn op het versterken van het eigene, het versterken van de Surinamer. En men voert inderdaad zo een propaganda met die woorden. Maar de daden die wijzen totaal een heel andere richting op. Dus wat wij als PALU zeggen is van, kijk, we gaan nog steeds dat progressief beleid, ideologie, dat staan we voor. Maar we gaan het in de komende periode veel meer moeten gaan opeisen dat het inderdaad van de PALU afkomstig is. En wij een rol hebben te spelen, nog steeds een rol hebben te spelen. Want die vernieuwende gedachten komen niet vanuit de NDP. Begrijpt u? Die vernieuwende gedachten komen echt wel vanuit de PALU. Wat voor vernieuwend heeft de NDP in de afgelopen 5 jaar gebracht? Is wel de NDP die met de vernieuwende gedachten aan de haal is gegaan en niet de PALU? Ja, maar wat hebben ze de afgelopen 5 jaar ervan gemaakt? Toen de PALU er niet meer bij was. Steeds weer als de PALU erbij is geweest, mm-hmm, en dat kan ik hier zo hard zeggen met de brede kant van mijn mond, ook toen de Boudersen in de jaren 80 aan de macht was, het moment dat de PALU erbij was, was er rust in die samenleving. Ze hebben hele mooie dingen gedaan, ook weer onder Boudersen 1. En men heeft het abusieflijk kennelijk toegekend aan Boudersen. En de afgelopen 5 jaar hebben we weer gezien wat Boudersen ervan heeft gemaakt, toch? Wat de NDP ervan heeft gemaakt.
Het land werd uitverkocht aan de eerste en de beste bedrijf dat langsliep. Suralco is een goed voorbeeld. LR-groep uit Israël is weer een ander voorbeeld. De Chinese hektrawlers, we hebben bijna onze visgronden verkocht. Er was geen verschil tussen wat de NDP deed en wat de oude politieke partijen hebben gedaan met het land. Begrijp je? Dus kennelijk alleen maar een woord, progressief, maar niet de daden. En nog steeds is het gelden, nog steeds zullen we moeten kijken naar mogelijkheden om het bestuur van het land dichter bij het volk te brengen. Nog steeds is het zo dat het bestuur van het land te centralistisch is ingericht. We zullen moeten gaan om het volk meer te betrekken in het bestuur van het land. Door middel van die RR, die resortraden en districtsraden, een eigen budget te geven. We zullen het onderwijs ook de leerlingen en de ouders moeten betrekken. We zullen moeten gaan naar ook onderwijs dat meer is gericht op ons eigen belangen en behoeftes. Het moet ook meer gericht zijn waar we economisch met ons land naartoe willen gaan. Het moet ook meer gericht zijn op wat wij zeggen een decoloniserende gedachte. Dat de Surinamer hele sterke burgers zijn. Als contractarbeiders en nazaten van de slaven. De hele onderdrukking al die jaren hebben overleefd. En wij staan hier nu in dit land. Dan moeten we toch een verdomd sterk geslacht zijn, meneer Pinas. Of we nog Hindustanen zijn, of Javanen, of Inheemse, of Bosland Creole. We hebben allemaal gevochten. We hebben allemaal die onderdrukking overleefd. En dat met andere woorden, we kunnen in principe van alles worden in het land. En we zien het ook in Nederland, hoe groot die invloed van Surinamers is op 15, 16 miljoen Hollanders. Begrijpt u? Dus wij moeten begrijpen dat die progressieve gedachte, dat is niet dood, is net zo levend als de Palu nu levend is. En we gaan het ook levend houden, omdat we weten dat dat de toekomst is van ons land. Omdat we weten dat dat de enige manier is om dit land te herinrichten naar onze eigen belangen en behoeften. En dat een toevallige Boudersse daar er een rommel van heeft gemaakt, dat moet u toekennen aan de NDP. Dat die er niet is ingefaald om die vernieuwende gedachten te brengen. Kennelijk hebben ze alleen maar een woord die vernieuwing gehanteerd. Maar hun daden waren net zo conservatief, net zo oud, net zo koloniaal als het maar wezen kon. Dus we hebben als PALU een opdracht en we gaan daarom de komende periode in de oppositie, vanuit de buitenparlementaire oppositie, de PALU is niet de eerste keer buitenparlementair, en we gaan terugvechten, we gaan in aanval opkomen voor die Suriname, die wij, waarvan we denken dat eigenlijk Suriname geen uitweg heeft. Una trapassi fugo. We moeten investeren in onszelf. Mm-hmm. We moeten onszelf versterken. We hebben geen andere weg op te gaan. Het zullen niet de Chinezen zijn. Het zullen niet de Amerikanen zijn. Nog minder de Hollanders die het voor ons gaan komen doen. En als ze komen, zullen ze op de eerste plaats komen om hun eigen belangen te behartigen. Begrijpt u? Dus wij zullen die gedachten blijven voorstaan, blijven timmeren in die samenleving, blijven brengen dat vanuit die gedachten er andere oplossingen mogelijk zijn. Eindelijk kwam de boodschap van Palu weer naar buiten. Lang niet gehoord, de boodschap van Palu, althans het standpunt van de partij, de visie van de partij. Ik heb het echt niet gehoord de afgelopen 5 jaar. Kan het zijn dat hij een Kamerlid had die niet sterk was? Ik volg vanuit de Assemblée live, hè? Ik kan u dan al die artikelen... Ik heb alle geloof in alle artikelen van u, maar ik heb het over wat ik hoor live vanuit de Nationale Assemblée. Ik kon de partij niet herkennen. Het was vlees nog vis. Nee, maar met één zetel in het parlement, wat doe je daar tegen? Met één zetel heb je spreektijd. Ja, nee, maar die spreektijd hebben we gebruikt. Alleen, er is een beleid gevoerd waar op basis van aantallen spreektijd is toegekend. Dus hetzelfde geldt voor Doe bijvoorbeeld, toch? Doe had ook een zetel. Ik heb meneer Breedveld gehoord. Nou, dan denk ik waarschijnlijk omdat u niet helemaal in Suriname zit, want ik kan u al die links van die filmpjes, die interviews die er zijn geweest, de artikelen die er zijn geweest, die zijn er echt wel geweest. Nee, absoluut, maar ik heb het over vergadering, assembleevergadering. Maar nog steeds hebben wij mensen in die samenleving die zeggen, meneer Herman de Lauw, u bent opgevallen, u hebt dit, u hebt dat. Maar heeft u op mij gestemd, vraagt ze.
En dan beginnen ze te lachen en dan kijken ze naar mij. Ja, maar we wilden weg van, we wilden afkomen van Boudersen. Ja. Begrijpt u? Mm-hmm. Dus we hebben een job te doen. En zeker de geluiden die we nu horen, we hebben tegengestemd. Althans, net wat ik zeg, ongeveer 20-30% van de kiezer heeft tegengestemd. Ja. Dat heeft doorslag gegeven in de uitslag. En wat we zien is dus dat al heel gauw, omdat men het inhoudelijk beleid niet centraal heeft gesteld, men wilde afkomen, koste wat het kost, van de NDP-regering. En daar was ook alle reden voor. Alleen, men heeft dus in die sfeer die was ontstaan vlak voor de verkiezingen, met die vele verhalen van corruptie, met die vele verhalen van financieel wanbeleid, met op uiteindelijk het in staat van beschuldiging stellen van meneer Hoefdraad, waar men uiteindelijk massaal tegengestemd heeft, is er een sfeer ontstaan waar inderdaad die inhoudelijke discussie niet centraal heeft gestaan. Er zijn nog steeds mensen die zeggen, de PALU had een van de beste alternatieven gepresenteerd, een van de meest concrete op het financieel economisch herstelplan. En je ziet dus ook nu gebeuren dat de nieuwe coalitie, er ligt nu een concept, dat is uitgelekt inmiddels, dat kan ik naar u appen. En dan kunt u zelf lezen, er ligt nu een concept, een regeerakkoord op tafel. Ja. Maar leest u het maar of daarin heel concreet is aangegeven hoe ze het financieel beleid de komende 6 maanden, eerst zei dus minister Ntoki 200 dagen, nu staat erin 3 fasen en de eerste fase moet 9 maanden zijn. Let wel, 9 maanden, dat is dus bijna 300 dagen. En daar staat er geen woord in over gerept hoe ze dan de inkomsten van de staat gaan verhogen. Hoe ze de financiële problemen waar dus nu de overheid tegenaan kijkt, waarbij we de salaris aan het eind van de maand niet kunnen betalen, hoe ze dat gaan oplossen. Terwijl meneer Ntoki vooraan bij de VHP, die heeft gezegd, we hebben al een concreet plan liggen. En in dat concreet plan staat er dus nu een regeerakkoord waarin staat, er gaat een studie worden gemaakt naar de schulden. Meneer Pinas, ik ga u één ding zeggen. De mensen die uitleggen dat er geen cijfers zijn, dat is ook door het toedoen van de PALU onder Boudersen 1 veranderd, dat alle realisatiecijfers, alle cijfers van schulden en leningen die zijn aangegaan, die zijn op het net te vinden. Ja, begrijpt u? Ja, maar kan het zijn dat Boudersen 1, waar PALU ook mee profiteerde en mee bij zat, heel veel geld kreeg van Venetiaan voor die tijd? Kan toch? Nee, maar dat is makkelijker regeren, toch? Nee, maar dat geld wat we hebben gekregen van Venetiaan, dat was 600 miljoen US dollars aan monetaire reserves. Mm-hmm. Dat is verhoogd naar 1,1 miljard aan het eind van 2014. Begrijpt u? Dus wat Venetiaan mee had, en dat moet u dan zo formuleren, het zijn niet de monetaire reserves, want die monetaire reserves zijn juist onder Boudersen 1 gegroeid. Het waren de hoge prijzen van olie en goud, waar Venetiaan 2 en 3 van geprofiteerd heeft. Met ook nog die 750 miljoen euro aan ontwikkelingshulp, wat Venetiaan 2 en 3 binnengekregen hebben. Dus die hoge prijzen, misschien is ontwikkelingshulp dan in 2010, april 2010, is het opgeraakt. De hoge prijzen van olie en goud, die zijn doorgegaan tot 2014, tot en met 2014. En daarvan heeft regering Boudersen 1 geprofiteerd, ja. En dat kon ook gegeven het financieel beleid. Want wat u ziet gebeuren namelijk, en dat analyseert u de cijfers, vanaf 2015, meneer Pinas, zijn de belastinginkomsten drastisch omlaag gegaan. En dan praten we niet in nominaal, dus in bedragen, maar in percentages. Op dit moment is het zo, en u kunt het ook nagaan in Nederland. In Nederland ontvangt de overheid ongeveer 51%, let wel. 51% van wat u in Nederland produceert, ontvangt de overheid in de vorm van een belasting. Yes. Of het nou loonbelasting is, of wat voor een andere belasting, ja, milieubelasting. Ja. 51% daarvan. Weet u hoeveel dat in Suriname is? Hoeveel slechts is dat? 18, tussen de 17 en de 18%. Dus en na 2015 is dat gedropt naar 12%. Met andere woorden, regering Boudersen 2 is een beleid gaan voeren waarbij, en wij, onze analyse is, kennelijk heeft men grote groepen partijloyalisten, partijvrienden, bevoordeeld. Terwijl de gewone loontrekker de belastingen betaalden, zijn andere grote groepen mensen, importeurs, ik zal u de namen niet noemen,
Die zijn bevoordeeld kennelijk. En de staat heeft tussen de 800 miljoen en 1 miljard SID's minder aan belasting gaan innen vanaf 2015. U ziet die grafiek droppen als een trap naar beneden. Het land wordt gestort in een diep dal. Dat is vanaf 2015 gebeurd. Dus u praat erover, we hebben geprofiteerd van Venetiaan 2 en 3. Nee, dat klopt niet. We hebben geprofiteerd van de omstandigheden die Venetiaan 2 en 3 ook mee hadden. En die wij als Boudersche 1 ook mee hebben gekregen. Toen hebben we een aantal zaken gedaan. We hebben inderdaad een heleboel zaken voor het volk gedaan ook. Ja. Waardoor het gezicht van Boudersche 1 een progressief gezicht is geworden. Maar ik bedoel, met profiteren bedoel ik, u komt in een gesprek dat je terecht in 2010. Nee. Ja toch? Nee, maar het weg was ondanks die gunstige omstandigheden had Venetiaan 2 en 3 ook. En 2010 heeft men tegen Venetiaan gestemd, heeft men tegen Front gestemd. Dat is de reden waarom de megacombinatie 23 zetels haalde. Ja. Ondanks dat men de wind mee had. En wat we hadden gezegd is, we zouden het anders doen. Maar we hebben het niet anders gedaan. We hebben inderdaad onder druk van de PALU hebben we een aantal financiële hervormingen doorgevoerd. We hebben vanaf 2010, heb ik persoonlijk kritiek geleverd op de wijze waarop we onze begroting opstellen. U kunt het nagaan op Star News. En aan de hand daarvan zijn halfjaarlijkse evaluaties doorgevoerd. Halfjaarlijkse evaluaties die op het moment dat we eruit gingen uit de coalitie zijn gestopt. Op basis van die kritieken is een nieuwe compatibiliteitswet voorgesteld. Niet die compatibiliteitswet die we hadden voorzien als PALU. Die is uiteindelijk in 2016 onder Boudersche 2 aangenomen. Maar het is wel gekomen. We hebben kritiek geleverd op de wijze waarop de spaar- en stabilisatiefonds in elkaar was gezet. Die is aangehouden onder druk van de kritieken van de PALU. En er is een nieuwe spaar- en stabilisatiefonds met een nationaal investeringsfonds aangenomen in 2017 onder de nieuwe regering Boudersche 2. Onder druk van de kritieken van de PALU is een nieuw geautomatiseerd systeem ingevoerd binnen de overheid. Een nieuw financieel geautomatiseerd systeem. Die inzicht heeft, en dat was het voornemen, om binnen 2 tot 3 jaren totale financiële huishouding van de staat online te zetten. Om alles transparant te maken. Dat was onder druk van de PALU. Onder druk van de PALU is uiteindelijk kritieken in 2015 op de begroting. En ik weet niet of u dat herinnert. U kunt het nagaan op de Star News en noem maar op, alle artikelen die er zijn online te vinden. Mm-hmm. Er was stond een treinproject op de begroting van 120 miljoen. Een trein die zou lopen van weet ik veel, para naar... En onder druk van de kritieken is dat project uiteindelijk geschrapt. Begrijpt u? Onder kritieken van de PALU. Is door PALU hebben wij nu geen trein in Suriname? We hebben als PALU in elk geval dat we het financieel wanbeleid is voorkomen. De grote financiële uitgaven die een strop zouden betekenen voor het land, die zijn in elk geval voorkomen. We hebben erger voorkomen. Dat is de inbreng van de PALU geweest. En we zagen toen al een aantal, je zou kunnen zeggen, schijnbewegingen van de NDP die inderdaad richting financieel wanbeleid gingen. Maar die hebben we als PALU voorkomen door de houding en standpunt die we hadden. Ondanks dat we de wind mee hadden, begrijpt u? Ondanks dat we de wind mee hadden, hebben we geprobeerd, om een voorbeeld te noemen, de productie van rijst en koroni opnieuw op te starten. En dus door de NDP is het gedwarsboomd met het argument van ja, maar als het zou lukken, dan zou de NDP winnen in koroni. PALU. Ondanks dat hebben we toch de NDP, als PALU. Mm-hmm. Ondanks dat hebben we dus de één zetel weten te behouden in koroni. Mm-hmm. Begrijpt u? Dus het is, laat het duidelijk zijn dat we als PALU, ondanks dat we de wind mee hadden, hebben we een aantal innovatieve gedachten erin gebracht, die men kennelijk heeft toegekend aan de NDP. Om een ander voorbeeld te noemen. De energieautoriteit, de wet die pas onlangs onder Boudersche 2 is aangenomen. Dat we hebben gezegd dat we die energiesector moeten openbreken, dat er meerdere energieleveranciers moeten toestaan. Omdat de EBS nu een monopolie heeft. Dat is door ons, die gedachte is door ons erin gebracht. Waarbij we de weg vrij hebben gemaakt om ook bijvoorbeeld ons vuil te verwerken naar energie en allerlei andere zaken. Wat we nu doen, dat we ons vuil gooien bij Ornami, waar we ons eigen milieu aan het vervuilen zijn. Begrijpt u? Dat waren de innovatieve gedachten die we erin hadden gebracht. Waardoor men dacht van, hé, was dat ook kinky eindelijk? Bouten ze ook kinky, want toen zijn niet. Begrijp je? Ja, ja. Maar op het moment dat het met de PALU eruit is gegaan,
hebben we gezien dat het weer oude jongens krentenbrood was. Het was eigenlijk weer verdelen en heers. Ja, ja. Alles moest staan in het teken van de belangen van een partij. En er zijn te weinig dingen gedaan in de belangen van het volk. Begrijpt u? Dat is en ik duidelijk. Denk dat de Paulus geweest die grote inbreng heeft gehad onder Boudersen 1. Jammer dat het niet beloond is met zetels door het electoraat. Dus wij gaan door in aanval op dat pad. Omdat, ik zou zeggen, meneer Pinas, we kunnen doorgaan met die politiek wat we nu voeren. We hebben in 87 hebben we tegen de militairen gestemd. Front is gekomen met 41 zetels. Er is op een bepaald moment, doordat het electoraat het vertrouwen verloor in Front, in 96, is het door manipulatie, is er toen een NDP-regering aan de macht gekomen. Die is gesplitst in DNT en NDP. 2000 hebben we weer tegen die coalitie gestemd. Regering Venetiaan 2-3 is gekomen. We hebben 2010 hebben we duidelijk als volk weer tegengestemd. En we zijn een kringetje aan het rondlopen. Begrijpt u? En nu hebben we weer tegen de NDP gestemd. En we hebben nu een soort van een frontregering aan de macht. Maar we kunnen doorgaan als we niet de juiste lessen leren uit die circus die we hebben gedraaid als land. Ik spreek met u af dat ik volgende keer met u doorpraat over het regeerakkoord wat er nu ligt. Als u dat goed vindt, volgende week of zo. Ja, prima. Oké, dank u wel. Maar we kunnen niet doorgaan met deze politieke circus waar we in draaien. Dat is wat we zeggen. Okay. We hebben geen andere weg te gaan. Is duidelijk. Ik dank u wel voor uw tijd en toelichting. De heer Henk Ramnandalaal, tweede man in de Palu. Dank u wel. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.